En vraag 4 voor Paulien, dat is een doe-vraag. We kennen allemaal Jess Donkers. Enfin, hier in België kennen we die. Jij kent ze niet. Nee. Dan mag je naar de foto kijken. Topmodel, heeft in de Playboy gestaan. En de opdracht luidt, poseer zo overtuigend mogelijk als Jess Donkers. Dus boots zo goed mogelijk Jess Donkers na. Richting jou of de jury? Richting de jury, nou, zou ik. Doe maar of richting, iets, ja. Jou, richting, ja. Een titje laten zien is extra punten. Ik doe het een beetje na, hè, met de show. Ja. Ja. Ik wil toch even de andere kandidaten ook zien. Winnen, veren. Kun je nog winnen? Nee, je mag blijven zitten. Ja, je mag kun je blijven nog winnen, hè? Ik ga dit... Wacht. Ja. 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 Arne. Arne, hè? Ja, zal ik mijn been open doen? En dan... Dat is zo de facteur dat ontkijken is. De jury beslist wie was de beste Jess Donkers. Pauline. Ja, de beste Jess Donkers. Zij gooiden zich toch het hardste van. Ja, dat is waar. Ja. Je hebt het gewonnen, Pauline. Oh, fijn. Ja. Er is iets heel vreemd, want jij begrijpt eigenlijk niks van wat Philippe zegt. Nee, steeds meer. Serieus? Het gaat steeds beter. Ja. Maar sommige dingen versta ik echt niet. Ja, nee. En dan doe ik een blanco blik, zo. Ja. Misschien sowieso wel leuk om extra's te maken voor jullie dvd. Want alle Nederlanders die hier zijn met blanco blikken wat ze niet begrijpen. Ah, ja, ik denk nee, dat nee, dat meer gebeurt. Nee, dat is mooi. Maak hem nog eens zien. Ja. Vraag 8. Na een rekenvraag, een relatief eenvoudige doe-vraag. Dat zal Dirt doen. Ze begint bij Arne. We kunnen hier elke dag genieten van het prachtige stemgeluid van de enige echte Philip Goebbels. Maar wie van jullie kan deze stem het best imiteren? En Arne mag beginnen. Ik ben Philippe Goebbels. Want ik ben blij dat ik hier zit. Want dan moet ik mijn vrouw niet zien. En nog een mopje ook. Anne, dat is zeer goed, maar dat neemt niet weg dat ik heel erg uitkijk naar de interpretatie van Paulien. Dat was al goed. Ja. Ik weet niet wat precies bij de light. Dat is hoe het op mij overkomt, hè? Chinees, ja. Het wordt tijd voor Frida. Ja, is er niet iets fout in de constructie van zijn huis? Is het dan niet vooral en dan nog een Antwerps accent dat ik niet kan laten? Jij zit precies in een fles. Ja. Maar het is niet... Ja, nee, ik vond het een Arne toch... Arne was zeer goed, hè, lieve. Arne heeft een heel goed gedaan. Philippe, heb jij altijd zo gepraat eigenlijk? Maar ik snap dat. Hoe eigenlijk? Nee, daar is niks mis mee. En die altijd zo raar gelachen. Vraag 9 voor 10 seconden. De slimste mens is altijd mee met de nieuwste hypes en is ook met het nummer Gangnam Style van de Zuid-Koreaan Psy. Vooral Dansje is een immense hit en kijk daar even goed naar, want dit is een doe-vraag. En we kijken geweldig uit naar jouw interpretatie van deze dans. We kijken eerst. Oh, shit. Gangnam Style. Ik heb het gevoel dat deze een leuk momentje gaat worden. Dat gaat zoiets zijn in shows later dat ze gaan. We hebben nog een leuk fragmentje van jou. You are
fucked. Welkom bij de slimste mens ter wereld. Amai, dat ziet er een kei slimme uit. Oh, wat is dat voor een quiz? Otto-Jan, dit wordt het mooiste moment van je leven. Het zou een beetje meer Ganda-hamstyle zijn. Ja. Wij moeten even wachten. Ja. Ja, dat was het. Heel goed. Dat is meer stoelgang dan style. Dit was meer gangbang-style. Dat levert je 20.000 punten op. Nee. Moeten zij dat nu ook doen, of niet? Ik denk het wel, ja. Nee, nee, dat was gewoon een grapje. Nu komt de echte vraag. Nee, Arne. Ja, denk er ook aan, denk ik. Die moet bij een volksdansclub gaan. En nu de majorette. Ja. Jullie krijgen alle drie een ticket voor bootcamp. Goed, vraag 7. En dat is een doe-vraag, Otto-Jan. Het heeft te maken met een dansje. Nee, nee, is niet waar. Dat kunnen we niet meer doen, hè. De Gangnam Style. Dat is al gepasseerd. Hoe loopt John Cleese als hij Duitsers nadoet in de inmiddels 44 keer op televisie herhaalde reeks Fawlty Towers? Ja. Hoe loopt John Cleese daarin? Moet ik het doen? Ja. Goed, ja, ik ga dat weer niet goed kunnen natuurlijk, maar hij gaat echt... Denk aan de details. Ja, 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 ja. Dus het gaat zo. Voilà. Oh, waarom moet ik dat altijd doen? Ik vond het wel perfect uitgevoerd. Jury, perfect uitgevoerd. Ik zou toch graag de andere kandidaat zijn. Arne. Oké, wacht. Ja, ik ga het wel strak proberen. Ah. Ja. Dat was even Michael Jackson nog op het einde. Dit, ik denk dat we toch nog een derde kandidaat even aan het werken zien. Ja, ik ga wel mijn schoenen uit. Ja, zeker. Ja. En doet de rest ook maar. Weet je dat je wint dan? Ik was juist niet aan het zien. Kunnen we nog eens even... Nee, ja. We zullen misschien eens kijken hoe het was, hè? Ja. Who's this thing? Struck you, my God! I'm trying to cheer her up, you stupid crowd! Ja. Ik vond u beter. Ja, ja, het was... nee, wie wint er? Anne. Anne. Oh, ook met hand, ze deed hand ook. Dat deed de ander twee niet. Nee. Meest geloofwaardige naam. Meest hand. Zeer geloofwaardige naanzien. Vraag 6 voor 10 seconden. Otto-Jan, we kennen allemaal Le Quattro Stagioni, of de vierjaargetijden van componist Antonio Vivaldi. Maar kun je het bekendste stukje uit die compositie voor ons neurien? Meer bepaald het begin van La Primavera of de Lente. Oh. Dat is een mooi begin. Ach, nee. Nee, sorry. Nee, niet. Ja, ik, nee, nee, laat niet. Ik denk dat is... Neurien? Ja, neurien. Of, zingen dat gewoon niet met een zonder tekst. Zonder tekst, ja. Het is eigenlijk een viool bij het... Mm-m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 m-
Of is dat ik weet niet wat dat was, maar... dat was niet neurie en alles. Nee, nee. Dat was zo'n opzicht als of een pizza quattro stagione in u. Nou, terug naar boven aan het komen. Ja. Zure prispie. Ja. Nee. Zullen we andere... Ja, ik zou graag toch aan op eens zien kothalen en zo verder. Ja, wat denkt de jury? Ik ken het niet, maar want er niet. Ik dacht dat dat. Dan zat ik mee met een kop, maar ja. We zullen eens even luisteren. We zullen even luisteren. Ja, ja. Zet de plaat af, idioot. Ja. Vraag 7, Laurens, is een cryptisch vraagje. Welke anus wordt een gevaarlijke infectie wanneer je er een borst voor zet? Welke anus wordt een gevaarlijke infectie wanneer je er een borst voor zet? Een cryptisch vraagje. Een infectie aan een anus, dat wil ik niet aan denken. Tetanus. Tetanus, zeer goed. Ja. Nee, wisten jullie het ook, Anne? Nee. Ja. Nee, serieus? Nee. Otto-Jan had het zeker. Nee, ook niet. Maar ja, vond ik het Tetanus. Dat vind ik een heel goeie lader, dat wist. Ja. Dat heb ik nooit straf, geweten. Hè? Ja, nee. Dus... Ik zit trouwens met een infectie aan mijn anus. Nee. Sorry. Zelf bij. Ja. Zelf ik heb zelf verhaald. Ja, ik heb erbij. Maar mensen gebruiken dat voor hun ogen. Hè. Dus... Wat? Ja, aanbijen zelf. Aanbijen zelf? Ja, zodat de dikte van... Dat doen alle stars in Hollywood. Alle? Ja. Ik gebruik wel anti-rimpelcreme op mijn zak. Oh, jongens, wat een duo was. Ik weet niet van waar dat kwam, sorry. Ben jij een keukenprinses, Astrid? Wat een prinses zou ik nu al niet zeggen, maar ik sta wel veel in de keuken. Ik heb juist heel mijn keuken herbouwd, dus kookcharge, ik ben graag in de keuken. Dus, Ken jij het verschil tussen een steak met pepersaus en pijpen? Yo. Nee? Nou, gaan we dan een steekje eten? Dag Filip, jij hebt Bruno van den Broeke meegebracht. Zeker. Dat is zonder te liegen echt een van mijn favoriete acteurs. Dus een zeer en er komt geen mop. Nee, dat is echt niet. Ik meen het echt. Ja. En ja. Allee, ook zanger ondertussen. Ja. En een nieuwe cd uitgebracht. Ik heb ook beloofd om er reclame voor te maken. Ik heb hem hierbij, kan hem laten zien. Oh, dat is per ongeluk met een eigen dvd. Nu te koop voor 19,99 in de betere supermarkt. Sorry. Voilà, Bruno, halfweg. Halfweg, ja, dat is mooi. Ja. Voilà. We hebben ook niks voorbereid of zo, maar kun je eens niks zingen? Ja. Sorry, ja, nu overvalt hij mij wel met die vraag, maar ik heb toevallig wel... Wie vraagt maar door en door en door? Het is Erik van Looy, hoi, hoi, hoi. Aan een lach stuipt een prooi, hoi, hoi. Ik zit hier nu te glunderen naast Filip. Het is een lieve type, maar hij stinkt wat... uit zijn mond. Enzovoort. Dat is wel heel mooi. Wat denken jullie van de kandidaten en van Sarah van Geel? Voor mij is dat de Scarlett Johansson van Vlaanderen. Ja, dat is mooi gezegd. Prachtige, knappe vrouw. Ja. Ja. En slim ook, denk ik. Dus ik verwacht er veel van. Natuurlijk, ik zie dat ze een beetje afgeleid is omdat er twee knappe gasten in de jury zitten. Dat is, Ik heb niks voorbereid, maar ik heb toevallig wel een liedje voor Sarah gemaakt. Oh, Sarah van Geeltje, veel krullen en een foef. Jij bent het slimste meisje, jij steekt iedereen de loef. Poef, paf.
Vraag 5. Laurens, zing verder waar Raymond van het Groenewoud stopt in zijn liedje Meisjes. En Philippe zal het zingen. 1, 2, 3 en... Meisjes! Ze zijn toch zo bizar, meneer? Ze komen zelden klaar, meneer. Ah, nee, dat is goed, ja. Perfect, nee. Uit ervaring, ik ken dat liedje niet. Ah, nee, dat is een fonds van Natura. Zeker en vast. Ja? Ik heb toevallig mijn gitaar bij. Ik ben zo eenzaam. Zonder Lau. Enzovoort, hè. Ja, ja. Nee, mooi, hè. Ik heb er zoveel in Lau, zo hemelslauw. Ja. En weer niks over Otto Jan, waarschijnlijk. Steeds niet. Nee. In mijn caravan pijp ik Otto Jan. Dat is geen muziek, man. Sorry, John. Ik zou niet bang zijn van mij, Otto Jan. Het kan er iets te gretig uit. Ja. Dat is de muziek, man. Die neemt op sleeptaal. Je hebt het helemaal over. Dat is een taalvraag. Luister goed. Vertaal het zinnetje ik ontmoette naar het Engels en spel dat zinnetje in het Engels terwijl je zo doet met je wijsvinger. Dus ik herhaal. Vertaal het zinnetje ik ontmoette naar het Engels en spel dat zinnetje in het Engels terwijl je zo doet met je wijsvinger. I-V-E. Nee, nee, dat is niet goed. Nee, nee, Laurens? I-M-E-T. Ja, inderdaad. Hij heeft een soortelijk voordeel, hè. Hij zit deel van zijn leven in Amerika. Ja, ja, dat is waar, ja. Laurens, je had het toch door, hè? I-M-E-T, hè? Ach, het is niet waar, hè. Moet jij eens naar huis bellen? Nu wel, ja. Dag, Philippe. Goedenavond. Jij hebt Adriaan van den Hoofd nog eens meegebracht. Zeker. Het is altijd plezant met een Adriaan. Dat is waar. Nee. En kan gewoon moppen vertellen. Dat vind ik, dat is altijd goed. Op café, vertel eens een mop. Wacht, hè. Ik heb nog een heel goede mop over Tarzan. Goed. Om de sfeer, hè, onder mannen. Ja. Dus Tarzan is in de jungle aan het zwieren en ineens ziet hij een expeditie afkomen. En hij landt daarvoor en hij zo, staat daarvoor en die gasten schrikken. Maar hij ziet daartussen een prachtige vrouw staan. En die vrouw is ook geïntrigeerd in die Tarzan en dat blijkt dan Jane te zijn. En zij leert hem praten en ja, er groeit iets en ze worden echt stapelverliefd. En Jane zegt op een bepaalde dag komt Tarzan, we gaan vrij, we gaan het gewoon doen. En ze trekt haar kleren uit, ze gaat op het mos liggen met haar benen open. En zegt, ja, doe maar Tarzan. En die Tarzan die kijkt zo, die trekt zijn zeenvel naar beneden en die gaat naar een afgekapte boom en daar is zo'n gat in en die begint die boom keihard te pakken. En die Jane heeft zoiets van, nee, zo marcheert dat niet, Tarzan. En ze legt dat helemaal uit en zo. En hij zo, ah ja, nu begrijp ik het. Ja, zo daar. En ze gaat terug liggen en ze zegt, ja, doe nu maar. En die Tarzan gaat achteruit en die neemt een aanloop en die stampt tussen Jane haar benen, maar keihard. En die Jane die springt recht en zegt, allee, Tarzan, wat doe je nu? Je moet altijd kijken dat er geen eekhoorn in zit. Sorry! Gebeurt, hè? Zijn jullie al lang vrienden eigenlijk? We kennen elkaar toch al een tijdje. Ja. Mm-hmm. Ja. Zijn jullie goede vrienden? Of, Jawel. Hij mag mij altijd bellen. En dan kan hem niet inspreken op de mond. Ja, als ik zo iets nodig heb of er is iets mis of in paniek of zo, dan denk ik altijd, dan zou ik nu naar de geur bellen. Maar ik weet sowieso, dat duurt al heel lang eer dat hij een opneemt. En als ze dan ja, wat is het? Nee, maar geup, ik zit hier in paniek. Leg het nog een keer. En voordat het weet, ze bloeden dood eigenlijk. Dat zeg ik ook tegen mijn vrouw als ik om half vier uit mijn nest kom. Ja, maar ja, in Amerika is het alles. Nee, Milo deed die, die uitspraak. Philippe trekt daar een beetje op, vind ik, op Milo. Ja. Huh? Zo? Sprekend. Ja. Stel je voor dat hij zou zingen... Ey, ja. Technologie. Denk niet dat je tot in Japan zou geraken. Vraag 4. We luisteren even naar een audiofragmentje. Wacht, wat kom je? Kelder, nou, dat geef je dan.
I'm a Yankee captain. Afortunately, my father was in a game as a special footballer. Ja, de vraag is duidelijk, chef. Nee, dit was Tevfik Eshent en die stierf in 1992. Dat was de laatste native speaker van het Oebiek. En het Oebiek was de taal met het meeste medeklinkers. Hoeveel medeklinkers? Wie er het dichtst bij is van jullie, wint. Taal met de meeste medeklinkers ter wereld. 111. Goeie gok. Laurens? 90. Ja. Otto-Jan? 115. 115. Laurens het dichterbij. 84. 84 medeklinkers. Het is toch een serieuze te fijn. Het klonk. Ja. Dacht dat dat bij ons in de pita bar was. Verstaande! Ik heb toch ook... Dat is een oude mop, Erik. Maar zo, de taal met de meeste klinkers, die kent het toch niet? Het Limburgs. Hè? Bijvoorbeeld... Er... Oh, ze zijn er! Ja, ze reageerde rap. Dat is toch ook zo. Maar ja, die zijn al 3 dagen onderweg, hè? Upsa. Nee, dat is toch met de meeste klinkers? Dus dat is één woord met 17 klinkers. Een ho. Dat was een arm op, hè? Sorry, waar zitten jullie? Respect me eren. Moet hij een beetje steunen ook? Hey, ik was een tijd geleden in Limburg, komt er iemand naar mij. Jij bent die jongen die zo traag spreekt. Oh. Oh. Hey, hij heeft weer in zijn broek gelegd. Oh. Hallo, mijn naam is Erik van... Laurens, vraag 5. Vraag 5 voor Laurens. Zit jij nog maar om vraag 5? Dat gaat nog een lange nacht worden, dames en heren. De slimste mens heeft gisteren 6 dagen geduurd. Laurens, in welk land ligt het? Zeg het maar in je eigen woorden. Wees maar gewoon jezelf. Ja. Dat is al gek genoeg. Nee, kom. Met je bril van puurl. Allee, jongens, kom allemaal even erbij. In welk land ligt het dorp onverwacht? Een dieper. Er wordt geen Oebiek gesproken, maar... Stralantongo. Nee, in welk land ligt het dorp onverwacht? Zuid-Afrika? Nee, niet Zuid-Afrika. Otto-Jan. Nederland? Nee. Oh, met een bril dan toch. Kan iemand Erik terug in 1,5 als chef? België, voilà. Nee, niet België, nee, Suriname. Stralantongo is de taal die gesproken wordt in Suriname. Dat was de tip, maar het was een beetje chaotisch. Nee, onverwacht, zo heet dat dorp. Dan spreek je tegen Jeff of Laurens. Wie zal het halen, denk ik? Geef die man een piano! Ja, sorry, maar Laurens gaat het halen, denk ik. Maar ik vind Jeff een super toffe P. Ja, ik weet het. Ja. Dan maak ik het nog erger, maar het is een toffe. Hij is stoem, maar het is een toffe. Nee, chef, wat denk jij? Ja, ik denk dat, dat de punten tamelijk duidelijk zijn. Maar, In die finale is veel mogelijk. Ja, het is daar. Laurens, opletten. Hij moet zorgen dat ze na de reclame nog terugkomen.
Alles kan nog, hoor. Alles kan nog. Maar dat kan toch? Dat kan, zeker. Kunnen we niet gewoon de chef na naar huis sturen? Een beetje... Nee, chef, je gaat je uiterste best doen. Ja, ik kan strijden. Dat is mooi. En wat denkt de jury? Ja. We gaan er even uit voor reclame en dan komen we terug voor de spannende finale van de slimste mens ter wereld. Guga? Nee, Guga Baul of Baul? Baul. Baul. Serieus, ja? Is dat jouw echte naam? Nee. Nee. Wat is jouw echte naam dan? Laurent Bailleul. Dus bij deze. Ja? En waarom dan Guga Baul? Guga komt van Quirten en Baul komt van Raul, de voetballer. Dus de Real Madrid, stop. Ah ja, nee, dat is goed gespeeld. Ja. Nee, waarom heb je die naam gekozen? Of, waarom? Omdat ik niet met Laurent Bailleul op het podium mocht gaan staan. En dan ben ik begonnen met de achternaam te verspansen, Baul. Ja. En aanzien dat ik ook tennisters imiteer, zijn ze snel Guga tegen mij. Dus met die twee gecombineerd. Nee, dat is goed. We kennen jou van Tegen de Sterren op. Ja. En vele imitaties daarin, zeer goed gedaan. Maar zou je ook de slimste mens ter wereld kunnen worden? Dat is een moeilijke vraag, hè. Koker 2. Ben jij een goede quizzer, Guga? Ik zit wel graag een goed team en dat motiveert me wel ook om dan... goed te zijn. Ja, nee, maar ik wist wel heel graag. Jij vervangt Johan Boskamp hier, maar dat is geen probleem, want jij kunt die perfect imiteren. Stel dat ik aan Johan Boskamp zou vragen, zou jij de slimste mens ter wereld kunnen worden? Wat zou jij dan zeggen, denk je? Ja. En stel dat ik dan Tom Bonen zou vragen? Dat weet ik niet. Zo kunnen we. Als je de vraag stelt van wie heeft er 4 keer Parijs op Begemon, misschien. De rest, ik weet het niet. Ja, dat is zo ongelooflijk, hè? Ja. Stel dat ik het aan Alex Agnew zou vragen. Dat is het normale gast, kom aan. Annemie, ben jij tevreden over je borst? Ja, ik ga daar ook niet over liegen. Hè. Nee. Ik ben daar heel tevreden mee. Laten zien. Nee, maar ik heb kleine borsten. Ja. En ik ben hier daar heel content mee. En ik ben eigenlijk heel blij dat jij mij die vraag stelt. Ja. Want al die vrouwen... Ja, nee, ik wil dat nu wel eens zeggen. Hè. Ja. Die vrouwen die dan grotere borsten willen. Ten eerste, heel veel mannen zien dat niet graag. Ten tweede, dat is kwijtnieuw gemakkelijk, hè, om kleine borsten te hebben. Voor te sporten, voor te bewegen, voor alles is dat heel gemakkelijk. En als in plaats van daar zo van alles in te steken, los ik dat anders op. Als ik nu een décolleté wil hebben, zo echt zo'n décolleté, ik heb altijd iets bij. Om, ja, maar dat is echt waar. Dat werkt. Ik ga daar nu... Precies, niet eens op 5 TV. Zie, dat zijn dus... Ja. Nee, dat is echt heel praktisch. Dus, nee, maar... Kom maar gerust. Filip. Als jij nu even je hemd wilt open doen, dan kan ik dat demonstreren, hoe praktisch dat is. En dat is veel handiger dan zo'n operatie. Dus dat kleeft vanzelf. Dat gaat daar niet af, ook niet als je zweet. Dus stel, je vindt je borsten te klein. Ik zal dat sakos even wegzetten. Doe dat eens even wat verder. Maar allee. Allee. Oh, dat is koud. Dat is koud. Dat blijft plakken. Zie? Dus als je dat... Dus als je dat op je borsten plakt, dan zijn die dubbel zo. En dan heb je dat spleetje en je moet niet geopereerd worden. Ongelooflijk. Filip, zeker aanhouden, hè. Kom maar dit op de mat. Ja. Dat voelt toch goed, hè? Ja, zeker. Ze mag. Je mag zeggen. Ja, echt? Ja. Merci, dat komt bij mij dikwijls van pas. Dat kan bij u ook zo ja, zijn. Ja, zeker een best. Vraag 13. Wat doet 1 op 5 mannen niet elke dag? Althans, volgens een Brits onderzoek van marktanalist Mintel. Onderbroek verversen. Hoe komt dat jij dat weet, Toyan? Nee, effectief. Ja. 1 op de 5 mannen. Ja.
We zijn hier met vijf, hè. We kunnen het direct testen. Ik heb een proper aan. En jij een proper aan? Ja? Jij? Jij ook? Dan zijn jij het. Zijn jullie modebewust, Annemie? Ben jij modebewust? Nee, maar ik heb ook wel eens op een catwalk gelopen. Ja? Ja, ja, voor het goede doel. Ah, ja. Alweer. En, alweer. Ja. Oh, vervelend, hè. Ah, oh, zie, al die negers in die zitten. Nee, maar van spullenhulp doen ze zo één keer per jaar voor het goede doel. En dan echt de grote ontwerpers maken dan van alle kleren voor spullenhulp. En dan moeten die geshowd worden. En ik moest die dus showen. Maar dat is echt heel moeilijk, want ik denk voor een man is dat gemakkelijk, want die mag zijn voeten naast elkaar zetten. Maar een vrouw die moet dus echt haar voeten op één rechte lijn zetten. Laat die zien. Ja, ik kan dat nu wel eens laten zien, maar ik kan dat dus niet goed. Hè. Ja. Annemie heeft gekozen voor een blauwe rokje. Ja, dus je moet zo moeten lopen. Hè. En dan moet je hoofd zo recht houden dat daar een boek op kan blijven liggen. En dan moet je ondertussen nog met je heupen. Dus dat is zo... Oh. En dan moet het ook. Die wandelen alsof ze dringend moest gaan kijken of het gaat wel. Het is not wc, not wc, not wc, not wc. Nee, het toilet en het wc gelijk. Zoveel straling. Ja. Nee, het is spannend. Laurens, je had je tot één kunnen laten zakken, dan kwam jij als eerste aan de beurt. Nu komt Guga als eerste. Maar hij moet altijd wel één trefwoord vinden. En hij heeft daar maar één seconde voor. Guga, snel antwoorden. Fast, logisch. Ja, zo. Ja. Oh, nee. Ben je klaar? Nee, maar doe maar. Wie is, of wat weet je, over Hemingway? Engelse schrijver. Schrijver is goed, ja. Ben je blij? Absoluut, absoluut. Ja? Je bent een speler, hè? Je lijkt wel een speler. Ja, ik was eigenlijk voordat ik naar hier kwam, zei ik van ja, oké, okay, maar niet te competitief zijn, maar sportman het zit soms. Ja, het, ja, ja. Het is, ja, je hebt goed gespeeld en het was bijzonder, bijzonder leuk. Zeer spannend. Nee, iedereen tevreden, alle stemmetjes, alle typetjes ook. Maar nee, ja, ik ben nooit tevreden. Hè. Laat dat nee. Dit is aflevering 26. We zijn dus over de helft van deze reeks en kunnen beginnen aftellen naar de finale weken. Bestaat er een betere manier om dat te doen dan door de final countdown van Europe te zingen? Elke kandidaat brengt het beste van zichzelf en de jury jureert. Zo gaat dat. Otto-Jan, de final countdown. En je bedoelt de intro of de tekst? De tekst, hè. Het volledig nummer. Het volledig nummer, ja. Dat is het allereerste cassette dat ik ooit gekocht heb. Meen het? Dus ik ken heel die plaat van buiten. Nee, niet de beste anekdoten over het zingen. Zie je, ja. En ik zie hoe dat de hoes eruit ziet. Ik kan nee ook wel missen. Oké, okay, ja, dat is een fucking... Goed. Wacht. Klaar? Ja. We're living together and still we stand strong. And maybe we'll come... Dat is dat toch, hè? Come ja, met ja. Het refrein. Het refrein okay, eigenlijk. It's the final countdown. Ta-da-da-da. Ja. Ja. Gênant, altijd weer. Ja. Nels, nog eens Gangnam Style? Ik zou toch graag de andere kandidaten ook eens zien. Ik denk het ook. Nou ja, de Otto-Jan Hans had er textueel wel juist op. Dus je kunt nu wel nog winnen door het met meer overtuiging te brengen. Ja. En iets toonvaster misschien ook. Is de final countdown. Oh, wat moet hij een kleine denken? Dat ben je nou een MS, hè? Ja, nee. De final countdown, wat dacht je? Nog eens, ja, ik vond het per se meer overtuiging. Ik denk, hoe ga ik dat nog winnen als hij echt zijn beste... Ik denk dat we de winnaar kennen. Nadia Echo.
Goga. Goga, nee, dat Goga was, was. Ja, Nadia moet het toegeven. Hè. Ja. Goga was geweldig. Het was knap. Ja. Ja, ben je een goede kok? Nee. Maar ik doe wel alsof. Oh. Nee, eigenlijk totaal niet. Goga. Dat is een milf. Nee. Nee, stop. Die Goebbels en mij, man, dat wordt echt... Ja, dat is niet gemakkelijk, hè. Ja, kun je Goebbels nadoen, eigenlijk? Ja, ik kan dat wel eens proberen, joh. Maar kun jij de Erik eigenlijk nadoen? Ja, soms wel, ja. Jullie is te veel. Is het bijvoorbeeld dan een moeilijke? Of? Ja, hetzelfde probleem als Ben Krabbe. Is te klein. Ja, voor u wel. 1,96 meter. Ja. Nee, is dat moeilijk? Maar ja, ik weet dat niet. Als je van West-Vlaanderen komt, is dat natuurlijk een beetje simpeler. Ja, ja. Ja. Geert Haarlend eruit. Ja. Nee, dat was Ben Krabbe. En Jan Bekaus, kennen die ook? Het is tijd voor het Laatavondjournaal. Straks na de reclame. Stel je voor dat ze dat zo doen, een reclame. Ja. Bart, en imiteren, kun jij dat? Nee, nul. Nee? Nee, ik kan echt alleen jezelf, niks imiteren, nee, sorry. Nee, ja, zelfs dieren, niet. Moeilijk. Zo geen één dier. Ja, ik kan ook niet zo goed dieren nadoen, ja, nee. Hoef. Ja, dat is niet echt indrukwekkend, hè, ja, nee. Dat is verdienstelijk. Lindsay de Bolle. Zeer goed, Lindsay de Bolle. Ja, dat is straf dat je dat weet. Ben jij een slager, liefhebber? Niet echt, eigenlijk, maar... Nee? Hoe komt dat je dat weet? Ja. Geen idee. Nee, schiet me dood. Nee, dat is knap. Frank, nee, niet lekker... al onder hun foto omdat ze het antwoord zeggen. Je mocht hier niet just antwoorden. Nee, ik ben onder de indruk. Vraag 5, en dat is een doe-vraag, gebaseerd op een bekend kinderspel. De bedoeling is je tegenkandidaat aan het lachen te brengen. En je krijgt daarvoor 20 seconden. En wie het best zijn lacht kan inhouden, die wint. En jij begint dus met Otto-Jan. Dus jij moet proberen Otto-Jan aan het lachen te brengen. Ja, in 20 seconden. Dus hij moet mij aan het lachen brengen? Ja, hij moet jou aan het lachen brengen. Ja. Oh? Ja. Ja, van hier overal, natuurlijk. Dat is zoiets zitten. En zeg, kom op. VTM. VTM. Heel straf, Otto-Jan. Nee, straf. Sterk. Ja. Ja. Ja, maar ja. Moet niet lachen met Mongolen. Otto-Jan, jij moet Bart aan het lachen brengen. Oh ja. Sorry Bart, maar ik kan het niet, maar ik ga het proberen. Oké. Okay. Ja. Wacht, hè. Mag ik nog nadenken? Nee, oké. Tuurlijk. Ah, dat gaat niet, hè. Ik moest er zelf wel mee lachen. Nee, ik kreeg er gemakkelijk in. Ik weet het echt niet. Lukt het al een beetje, of niet? Beetje wel. Wel, kijk, iets grappigs. Wat hoorde graag? Politieke humor? Of, ik weet niet, woordspelletjes? Woordspelletjes, heel leuk. Oké, okay, wat dan weer bij het kan uit moeilijk uit de hoek komen? Super grappig. Het gaat me echt niet lukken. Nee, lukt niet. Ja, moeilijk. Ja. Maar de Bart mag proberen de Guga aan het lachen te brengen. Ja. Wat moet ik ding-dong doen? Niks. Ken je dat spelletje? Kom binnen. Van, je moet zeggen wie daar. Ken je dat? Klop. Wie daar? Nee, oké, okay, ja, niet meedoen. Toen ik Philip Goebbels de eerste keer ontmoette, echt gebeurd. Het is wat hij zei: ben ik ooit al eens walvis gegeten? Ik zei: nee, het is wel lekker. Zo. Maar veel, hè? Dat zeg je nu ook als je hem wil worden of wat? Ja. Super zin aan het spel voor twee comedians. Bedankt, Erik. Ja. Ja, de jury mag beslissen. Professor. Kunnen we die vraag er nog uitknippen? Barry, je hebt dan toch de lift of de trap gedaan? Ah, natuurlijk. En wat was dat? Ja. Dat is de lift, hè. Ken je de lift niet? Maar dat is niet grappig voor u, hè. Je moet dat zo van achter een ding zien, hè. Ja. Dat is toch altijd grappig? Of de trap, nee? Of een automaat, als je de rol trapt, dan is het mist eigenlijk.
Jury. Ja, niemand heeft gelachen. Ja, ze zijn te straf, hè. Maar wie heeft het beste... Ja, de Bart voor zijn nie zit in de roltrap. Bart. Bart haalt punt. Hij is heel fans. Zijn. Bart, jij bent de beste. Ja, dankjewel. Goed ja. Gedaan. Kun jij zangers imiteren ook? Of, De paar, ja. Dan kan je op geen kon. Helemaal van het groene. Ah, ja, dat is waar. Altijd paraat. Altijd voor een liedje te vinden. Dat is waar. Je veux l'amour, waar ik ga. Waar ik sta, voor ik spreek op. Dat is jouw tweede keer. Ja. Wat verwacht jij van Wouter Beke? Ja, ik denk dat hem zo wat een underdog nu aan het uithangen is. Ja. Daar wint je verkiezing mee. Daar wint je verkiezing mee, voilà. Dus, ja, ken je hem goed? Volg je hem? Ja, ik heb posters van hem in mijn kamer. Ja, ja. Affiches. Ja, met een dekbed wat vertrekken. Ja. Ja. Lief vindt dat heel raar, maar... Ja. Hij heeft dat nodig voor zijn orgasme zetten. Omdat je op die manier justitie kan ontlasten en je ambtenaren zelf kan aansporen om dingen die niet door de beugel kunnen. Ja. Daar een boete op direct te bestraffen. Ja. Ik heb er in Mechelen in gekregen voor wildplassen. 50 euro. Ik heb 100 euro gegeven, ik heb nog een kaksje gegeven. Laatste regels van het Onze Vader. Sophie. Amen. Amen is erbij, ja. Korte regels. Onze Vader, die gezegend zijt gij bovenal. Ik ken niks, ik ben niet gedoopt. Ja. Gezegend, hoera. Interessante versie. Bart. Onze Vader in de hemel, dat gaat uit zijn naam. U zei komen, u wil geschieden op aarde in de hemel. U wil geschieden... Ach, kan dat ik dat niet weet, man. Ik hoor onterfd thuis. Zegt gewoon wat. Brood. Ja. Niet iets met brood. In de hemel, in alle hemelen. Amen. Oh, dat ik dat niet weet. Onze Vader in de hemel, dat gaat zijn gekomen, nu geschieden op aarde in de hemel. Gelijk als wij voor hemel schulden naar. Schulden ons niet in bekoring en verlos ons van het kwade. Amen. Het is ja, fantastisch. Ja, soms moet je even doorgaan. Ja, ik moet even, ja. Ja, nee, fantastisch. Nog nooit zo iemand zien bieden. Verleid ons en doe zijn godverdomme die woorden uit. Nee, Wouter, jij wist het helemaal ook. Ja. Jij zat klaar, hè? Je was rustig klaar om aan te vullen. Maar nee, wist u het ook, Karl-Heinz, onze vader? Ik denk nog dat hij het kan, ja. Ja. In Duits? Zeker in Duits. Ik heb het Duits geleerd. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligd werde dein Name, und so weiter und so weiter. Ah, ja. Also, korte missen bij alle. Korte missen. Zo ver zijn gekend alleen. Weet jij waarom dat er op elke kerktoren een haan staat? Om te zien hoeveel kekens er nog naar de kerk gaan. En dat brengt ons bij de laatste fotoronde. En die is voor Bart. Oh, appelsien. Appelsien, ja, is goed. Ja. Bal. De ballon. De bal. De bal. Wat? Wat? La. Gummilaren. Stop. Brood. Brood. Ja. Brood. Zeer goed. Ja. Jam. Ja. Jam. Confituur. 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 Het is gewoon confituur. Ja. Eind. 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 Druk. Kwak, kwak. Bitte de nächste Mal. Ja. Onderhose. Onderhose, zeer goed. Ja. Pyjama? Goed, ja. Kousen? Sokken? Sokken, sokken. Goed, ja. Die sokken. Sokken, ja. Vis? De vis, ja. Vis. Is waar? Goed gespeeld, right. Ja. Wat verwachten jullie van de kandidaten en van Mehrem Almaty? Ik ben zeer onder de indruk van Mehrem. Ja? Al is dat maar gewoon van die borsten. Dat is ongelooflijk. Ik had het al verwacht van een ding.
Nee, ja, ik verwacht veel. Ik zal even opnieuw, dan kunnen dat eruit knippen. Hè, want hij heet dat niet Geren. Ah, ja, hij heet dat wel Geren, maar... Niet zo openlijk. De mensen mogen dat niet weten. Maar de zus kwam naar mij. Ik zou zo Geren, maar dan komt er iets tussen. Dat is niet waar. Frans, wat verwacht jij van de kandidaten? Ja. Ik verwacht eigenlijk hetzelfde. Maar we hebben wel voor Elodie hebben we een leekje gemaakt. Ah, oh, serieus? Ja. Klaar? Zeker. Elodie, zie hier een melodie. Alleen voor jou, omdat ik van je hou. Alsjeblieft, loop nu niet keihard weg. Waarom niet? Omdat ik het u zeg. Vraag 6 voor 10 seconden. Sophie, daarvoor kijken we naar een fragment. Je ziet een arabesk, een beroemde houding in ballet. En dat vraagt natuurlijk om een doelvraag. Met name boots, en het is voor 10 seconden, het is belangrijk. De arabesk zo goed mogelijk na, Sophie. Oh my god, van in het begin of gewoon de eindhouding? Gewoon de eindhouding. Ja, doe maar van in het begin. Oh, fuck. Nee, dat is niet juist. Nee. Is dat mooi? Dus, nee, een polonaise dan. Ja. Wat zegt de jury? Ik zou toch graag de andere kandidaat nemen. Elodie, je vroeg om een doe-vraag. Ja, maar ja. Ik denk, die mensen gaan echt in oor moeten doen, want die gaan dingen zien. Dat ze... Je hebt geen broekje dan. Ja, ja, ja. Of een zwart. Ja, ik kan me niet zien. Ja, ja, ja. Ja, voorzichtig, hè? Dat was meer de stervende zwaan. Echt, hè? Merem. Kom aan, hè, Merem. Ja. Ja, en naar waar moet je dan staan? Ja. Wat? Dat is meer de lange wepper, dat kan ik aan. Ja, inderdaad. Bruno, Filip heeft al vaak gezegd in interviews, ook tegen mij, dat hij wil acteren. Mm-hmm. Zou het iets voor hem zijn, denk je? Ah, kijk, we moeten dat een beetje onder ons houden. Maar eigenlijk is Filip een hele goede acteur. Maar we moeten dat nu niet van de toren gaan roepen. Maar ik kan misschien een klein lesje geven, een klein mini-workshopje, Sven. Je weet dat er ook maar twee basisemoties eigenlijk, hè, in het spelen. Dat is... Lachen en huilen. Voilà, lachen en huilen. Normaal gezien, als je lacht, de eerste primaire handeling die je dan doet bij lachen, dat is... Voilà. Perfect. De eerste primaire handeling die je doet bij huilen is... Voilà. Perfect. Nu, dat zijn de twee uitersten. Daartussenin zit psychologie. En hoe bekomt je psychologie? Door die twee te combineren. Door bijvoorbeeld een huilend gezicht te trekken en te lachen. Dus eigenlijk, wacht, hè, zo, je trekt, het is niet gemakkelijk. Ik snap het al niet. Je trekt een huilend gezicht. Of je trekt een lachend gezicht en je huilt. Ja, lacht is zo meer. Dat is lastig, hè? Dat is lastig. Je moet zoiets losmaken in je kop zo. Voilà. En daarom heb ik de Bruno meegebracht. Ja. Je moet eens aan mij vragen wat dan mijn beroep is en dan wat dan mijn sterkste kant is. Kennen jullie dat? Nee. Vraag eens wat dan mijn beroep is, en dan wat dan mijn sterkste kant is. Wat is uw beroep? Acteur. Wat is uw... Timing. Wat verwachten jullie van de kandidaten en van Sven de Ridder? Veel. Ja? Ik ook. Ja. Ik ben echt fan ook van het Antwerps Theater. Ik ging als kind met mijn ouders ook altijd kijken. Ola Pola, als ik de lotto win, ik ken echt een aantal stukken. Dus echt. Ja.
Dus ik verwacht veel van de Sven. Ik heb hem ook, ik vond hem fantastisch in het Fundum. Ik vond hem verschrikkelijk slecht geregisseerd, maar... Wie was die regisseur eigenlijk? Dat dacht ik nou wel. Maar ik zou ook graag eens meedoen in het echte Antwerps theater. Zo. De meubels van de geubels of zo. Ze zitten zonder fruit in de koolruit. En natuurlijk, ja, onze Elodie. Fantastisch gisteren, hè. En ja, Sophie is een vaste waarde aan het horen. Ja. Dus het belooft een spannende avond te worden. Ja. Wat denk jij, Bruno? Ja, ik kan het alleen maar in iets muzikaals uitdrukken als ik mag. Zeker. Ja. Het is toevallig een gitaartje bij. Als je Sophie zegt, zeg de poëzie. Als je Elodie zegt, zeg de melodie. Als je Sven de Ridder zegt, zeg de... Enfin, ik zal het... Sophie, le merle éclair, le coup de foudre, même sans poudre de maquillage, ravissante tante. Elodie, vraag me niet hoe scheel ik zie van zoveel schoonheid. En als ridder op het witte paard, Sven de Ridder. Dag 9, voor 10 seconden. Lang geleden dat hier nog eens werd gezongen. En vandaag is het zover, want de opdracht luidt: zing op karaoke-wijze zo juist mogelijk zie ik de lichtjes van de Schelde. Lichtjes van de Schelde. Dus er komt een karaoke, je kunt in beeld, je kunt de tekst volgen. Oké. Okay. Ja, hier komt ie. Zie ik de lichtjes van de Schelde, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. Ik weet dat jij op mij zult wachten en dat je aan de kaai zult staan. Ja, en fantastisch. Ja, dat is heel goed. Ja. Wat zegt de jury? Ik vond het goed, Erik, maar hij was een paar keer te snel. Ja, omdat het de techniek liep voor. Het was te snel. Dus ik zou toch graag de andere kandidaten ook eens zien. Wil eens zien. Elodie. De lichtjes van de Schelde, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. Ja, op mij. En dat je aan de kaai zult staan. Het was een mooie eigen interpretatie. Verwacht veel van Sophie. Ja, ik verwacht er ook veel van. Kun je goed zingen, Sophie? Nee. Nee, echt niet? Ah, kijk er ander uit dan. Sophie, hier komt het. Zie ik de lichtjes van de Schelde, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. Ik weet dat jij op mij zult wachten en dat je aan de kaai zult staan. Ja. Enter Sandman. Ja. Ja, denk ik, het bekendste nummer van Metallica. Enter Sandman. Het is een mooie versie, hè? Ja. Ja. Dat is een mooie versie. Kun jij dat ook op de gitaar zo? Ja, ik heb toevallig een gitaar bij. Ja. Dat is eigenlijk heel simpel, een briljante riff. Hè. Ja. Dat is niet bedacht door de zanger, maar door de gitarist ervan. Ja. Waarschijnlijk heeft hij zijn vingers verkeerd gezet en heeft iemand anders echt gezegd: dit is bijvoorbeeld een fout. Vanzelf naar boven. Sorry, als ik u zie, moet ik beginnen brullen. Sorry. Dat zei je vrouw ook gisteren. Zou jij een koor kunnen leiden? Heel graag. Mag ik dat even doen? Er is toch volk genoeg? Ja, je mag dat doen. Jullie kennen allemaal Hey Jude. Hè? Vervangt Hey Jude door Slimste Mens. Dus we doen... Na, na, na.
Maar jij kunt achterstevoren praten, denk ik, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja? Ah ja, dat blijft me achtervolgen, maar ik kan dat. Ik kan bijvoorbeeld Chippendales omdraaien. Ja? Sleet een pisht. Nee, zo lachen. Zeg eens een woord. Ventriloquist. Wat blieft? Ventriloquist. Wat? Silcolirnef. Ventriloquist. Godverdomme. Nee, maar normaal gezien kan ik... Laat maar om mij zeggen dat ik een drone of een vees, een drone, een jaardman. Normaal gezien kan ik woorden van zeven zinnen omdraaien. Van, ah ja. Of een vees, een vee, lepel, een peel. Niet zeggen. Elektriciteitstrein, jertstjetisirtskelle. Apotheker, reketapo. En lachen is leuk omgekeerd. Als iemand lacht, en draait dat om, is dat... Dat was vroeger zo spotje op tv. Reder smaakt dubbel lang, lekker krokant. En dan was zo Redjaard, Kaamslebbit Gnaal, Rekelt naar Kork. En plots de gekke kikker, daar begon ik dan mee. Gatsnolp, ik krijg rekik. Gatsnolp. Leuk toch? Vet, quiz aan jullie, kom. En dan niet Shark, maar Jaws. Dat is toch een bekende, titel, hè? Mag ik het thema even spelen? Ja, ik heb een klein medleytje gemaakt van de films. Ja. Niet allemaal, hè? Ja. Heel moeilijk om te spelen. Mooi, ja. En dan heb je nog... Silence of the Lambs. Ja, die heb ik niet gezien. Dat viel niet op, zeker. Ja, dat helemaal in de sfeer.